eventjes een lekker zo'n dropje nemen voor mijn keel. Dag. Oké, waar zitten wij hier? In Utrecht, op de computerbeurs. Wat voor een computerbeurs? Ja. Hoe heet die? De HCC computerbeurs. Oh, de HCC computerbeurs. Hoe heet jij? Alex Biskop. Wat vind jij hier nou van? Vind je het leuk hier? Ja. Waarom? Nou, ze gooien speltjes weg en je kunt ook met al die spullen spelen die ze daar hebben. Wat heb jij nou iets gekocht vandaag? Nee. En wat heb je dan in deze zak zitten allemaal? Dit zijn allemaal spullen die ze weg hebben gegooid. Een computercollectief boekje. Ga je dat ook lezen? Ja. En hoe heet jij? Kees van Une. Kees. Als jij nou zo op de beurs rondloopt, zie je dan ook computers die bij jullie op school zijn? Nou, ik heb er nog niet gezien die hetzelfde bij ons op school zijn. En als jij op school de computer gebruikt, waar gebruik je hem dan voor? Voor aardrijkskunde van het buitenland en van Nederland. En ja, in de voorgroep voor rekenen. Vind je het nou makkelijk om op de computer te leren? Ja, best wel, maar als het een nieuw programma is, moet ik er eerst nog wel aan wennen. En wat heb jij nou geleerd op de computer zoal, de laatste, zeg maar het laatste jaar? Ja, op de computer geleerd. Ja, gewoon werken en zo, want ik speel ook heel vaak op de computer. Speel je nou altijd alleen op de computer? Nou, meestal wel, maar als er spelletjes zijn voor met z'n tweeën, dan, of met meer, dan speel ik het wel met best veel. En jij, hoe heet jij? Ik heet Martijn van den Belt. Martijn, wat vind jij hier leuk aan deze beurs? Ook dat ze spelletjes weggooien en dat je dingen gratis mag hebben. Waarom vind je dat nou leuk, dat je dingen gratis mag hebben? Omdat je geen geld hebt om het te kopen? Ja, dan hoef je geen geld uit te besteden. Krijg jij nou zakgeld in de week? Ja, dat wel. Hoeveel, als ik vragen mag? 2,50 gulden. En wat doe je daar dan mee met die 2,50 gulden? Nou, dan ga ik sparen voor een groter ding. Voor een speeltje voor op de computer bijvoorbeeld. Maar heb je dan een eigen computer thuis? Ja. Helemaal voor jezelf? Nou, nee, ook voor mijn zus. En ga ik even aan de meisjes wat vragen. Want hoe vinden jullie het hier op deze beurs? Ja, heel druk en heel wel leuk. Hoe heet je eigenlijk? Petra Segers. Petra? Segers. Petra, hoe oud ben jij? 13. Jij bent 13. Wat vind jij nou van computers? Ja, ik heb niet zo heel veel verstand van, maar ja, dus als je leuke spelletjes hebt, is het wel leuk. Speel jij nou voornamelijk alleen op de computer of krijg je ook nog iets, doe je ook nog educatieve programma's bijvoorbeeld? Nee, ik doe alleen spelletjes gewoon. En op school krijg je, want net als hij daar, die krijgt topografie bijvoorbeeld op school. Heb jij ook zoiets? Nee, dat was alleen vorig jaar. Dat was dit jaar is er niet meer. Even aan haar ook nog wat vragen. Hoe heet jij? Esther. Esther. Ja, ook even aan jou de vraag. Wat vind jij van zo'n grote beurs? Ik vind het leuk. Lekker druk ook. Wat heb jij nou geleerd vandaag? Ik heb eigenlijk nog niet veel gedaan. Ik heb alleen maar achter een computer gezeten. Maar wat heb je nou geleerd over die computer? Dat je er veel dingen mee kan doen. Zoals? Ja... Spelletjes, internet, race met de stuur en zo erbij.
Doen jullie nou bijvoorbeeld ook nog e-mail of het internet? Zit jij daar wel eens op? Ja, heel soms. Weet je hoe je e-mailen moet? Nou, niet zo goed. Dus dat doe je ook nog niet naar je vriendjes toe? Nee. Doet een van jullie dat hier, e-mailen? Nee. En naar wie e-mail je dan? Ja, naar mensen waar ik heb mee gechat op internet. Dus je hebt een chatterbox op het internet en die gebruik jij? Ja. En hoe vind je dat? Ja, ik vind het leuk om met kinderen uit andere landen te praten. En hoe zit het dan met de taal? Gewoon Engels. Of als het Nederlandse kinderen zijn, gewoon Nederlands. Hoe oud ben jij? 12. 12. En hoe is jouw Engels? Nou, ik zit in de tweede. Ja, het gaat wel 7 of zo gemiddeld. En dat schrijf je dan ook? Want je moet schrijven, hè? Met chatterboxen. Ja, typ. En heb je nu al... hoe converseer je met andere kinderen uit andere landen? Waarover? Over hobby's, gewoon over leraar op school. Echt over gewoon alles. Of ze dingen leuk vinden, wat ze leuk vinden en wat ze graag doen. Heb jij nou een eigen computer thuis? Ja. Voor jezelf? Ja. Heb je die gekregen voor je verjaardag? Of vonden je ouders het belangrijk dat je nu een computer kreeg? Ik moest voor school moet ik heel veel dingen op computer doen. En dan zit mijn vader meestal op de computer en dan zit mijn broertje op de computer. En dan kreeg ik een eigen computer op mijn kamer. Gewoon. Dat vond ik wel leuk. En wie betaalt bijvoorbeeld het internet? Want daar moet je voor betalen. Dat kost maandelijks, moet je daar een bedrag voor betalen. Ja, mijn vader doet dat. Mijn vader betaalt dat. Krijg jij zakgeld? Ja. En wat koop je daar computerspelletjes voor? Spaar je dat? Nee, die vraag ik voor mijn verjaardag meestal. En Petra, jij e-mailt wel eens? Of? Ja, als ik bij haar ben. En wat vind jij daarvan? Ik vind het ook leuk om met mensen uit andere landen en zo. Om daar mee te e-mailen of te chatten. Dus, Welke kinderen in andere landen hebben? Waar chatten je dan mee? Welke kinderen uit welke landen communiceer je dan mee? Nederlands zelf en Engels uit Engeland. En uit andere soort landen hebben we nog niet zoveel mee gechat. De meeste komen uit Engeland. De meeste uit Engeland. En nog één vraag. Vind je dat bijvoorbeeld die kinderen die uit andere landen... zou het leuk zijn bijvoorbeeld om daar ze ook naartoe met vakantie te gaan... en ze echt te leren kennen? Ja, dat zou misschien soms wel leuk zijn. Ja, als ze missen. Een uitwisselingsprogramma zou leuk zijn, toch? Ja, volgens mij wel. Gaan we zo over denken. Bedankt. Bedankt allemaal. En nog veel plezier. We zitten hier op de computerbeurs, op de HCC-beurs. Hoe heet jij? Milou. Milou, wat doe jij met computers? Ik maak voor school een werkstuk en soms doe ik ook spelletjes op en start het zelf op. En lees spelletjes bij de bibliotheek. Maar als je nou zegt van ik maak een werkstuk, hoe doe je dat dan precies? Dan ga ik naar Microsoft Word, dat is een programma. Waar je allemaal letters kan maken en hoe je werkstuk kan maken. Als je dat nou doet, dan kan je bijvoorbeeld een tekst uitkiezen met papierletters, blokletters, ballonletters. En dan kan je gewoon intypen, bijvoorbeeld romantische letters of comicsletters. Allemaal wel verschillende letters. En jij vindt het leuk om door zo'n programma te gaan en te kijken welke letter vind ik het mooist, bijvoorbeeld? Ook. En welke letter hou je dan van? Welke letter vind je echt mooi? Die van comic. En waarom vind je die mooi? Omdat die grappig is. Oh, hij is echt grappig, echt scheef en rare vorm. En dan doe je dat. En waar maak je een werkstuk over? Ik heb mijn vorige werkstuk gedaan over Vlindertuin. Wat een leuk onderwerp. Ja, ik vond het een leuk onderwerp. Ik ben in de bibliotheek gaan zoeken naar boeken. Dan heb ik een stukje eruit gehaald en op de computer uitgetypt. En dus je bent eerst naar de bibliotheek gegaan. Toen heb je gekeken wat er allemaal over vlinders te weten valt.
En kun je dan bijvoorbeeld ook de vlinder zelf op de computer maken of krijgen? Nou, mijn tante die heeft een testopleiding en die heeft 5 computers. Dus daar ga ik meestal naartoe om het te scannen. Ja. En dan kun je dus ook plaatjes scannen uit boeken? Ja, ook. En wat heb je nog meer gemaakt aan werkstukken? Ja, ik dacht, ik doe het maar 1 keer op de computer. Dus dit was mijn eerste keer dat ik op de computer mijn werkstuk maakte. Vond je het moeilijk? Nee, niet zo. Toen ik, mijn vader heeft me alles geleerd over computers, hoe je ermee om moet gaan. Dus jullie hebben ook een computer thuis? Ja. En toen je vader je dat leerde, vond je dat makkelijk of vond je dat moeilijk? In het begin vond ik het moeilijk, maar daarna vond ik het best wel makkelijk. En als je nou achter zo'n computer, kijk, als ik achter de computer zit, dan op een gegeven moment krijg ik pijn in mijn ogen. Of dan word ik een beetje draaierig. Heb jij dat ook? Soms, maar dan kan je hem gewoon lichter zetten. Of soms moet je gewoon even stoppen en dan even wachten met tv kijken of met computeren. Als jij nou, hoe lang zit jij nou achter een computer? Zit je daar elke dag achter of een paar keer per week? Nou, niet elke dag. Soms als ik zin heb, zit ik achter de computer. Zit jij nou ook op het internet? Nee, dat heb ik maar 1 keer gedaan met mijn boekenbeurt. Toen moest ik een boekenbeurt maken, maar ze hadden in de bibliotheek niks. Dus ben ik gaan zoeken op internet. En heb je het toen gevonden? Ja, toen heb ik heel veel informatie over de schrijver gevonden. Dus jij vindt internet vind je wel een voordeel hebben? Ja. En e-mailen, doe jij dat? Nee, dat doe ik niet. Zou je dat willen doen? Ik sprak net een paar kinderen die e-mailden met kinderen over de hele wereld. Ja? Op zo'n chatterbox. Ja, ik heb dat nog nooit gedaan. Het leek me heel leuk, want dan zie je dus, dan spreek je met kinderen uit Engeland bijvoorbeeld. En stel je voor dat het leuke vriendjes worden of vriendinnetjes, dan kun je ook eens een keer naar Engeland gaan of zij kunnen eens een keer naar Nederland komen. Ja, dat is wel leuk. Dat vind ik een heel leuk idee. Ik zat aan mijn vader vragen. Oké, Milou, bedankt. Hoe heet je? Ik heet Erik van Ree. Erik, ik zie dat jij allerlei spullen hebt gekocht. Wat heb jij gekocht voor jezelf vandaag? Nou, ik heb een PC. En daar heb ik 2 PC-spellen gekocht. Een vliegspel. Eens kijken, wat heb je gekocht? Dit is een vliegspel. Kijk, even. Vliegerspel, daar kun je mee leren vliegen? Of je kunt er alleen maar, hoe gaat het dan? Vernietigen. Je moet dingen vernietigen. Zoals, jij bent dus het goede en dan moet je basissen vernietigen. Nou, in dit spel, normaal was die 70 gulden. Maar ik heb hem hier voor 25 gulden gekocht. En dat heb je gedaan van je spaarcenten? Ja. Werk jij dan? Nou, nee, ik werk nog niet. Maar met zakgeld en alles heb ik toch wel. Dus heb je echt bij elkaar gespaard? Spaar je dan je zakgeld? Ja, ik spaar het wel. Alleen als ik... Voor computers en zo, computeronderdelen en zo, spaar ik. Dus jij houdt van het spelen met de computer? Ja, daar hou ik veel van. Ik vroeg net aan een jongetje van, denk je, ben je niet bang dat je verslaafd raakt? Want dat hoor ik steeds, van ja, je kunt verslaafd raken. Maar hoe zit dat? Nou, je raakt er niet verslaafd aan. Er zijn wel kinderen die dan na school gelijk gaan spelen. Maar... Er zijn nog genoeg andere dingen en verslaafd aan raken, nee, dat gebeurt niet. Wat leer jij nou van de computer? Nou, van computerspelen leer je eigenlijk niks. Ja, er zijn natuurlijk wel programma's waar je iets van leert, maar ik leer niks van computers. Mijn zusje bijvoorbeeld, die heeft leerspellen en die leert dus wel
van de computer, maar ik niet. Maar moet je luisteren, ik zie, jij hebt hier een spel en je zegt, ja, ik moet allerlei dingen gaan vernietigen. Dat klinkt nogal drastisch, vernietigen van allerlei dingen. Ja, ja, dat klinkt nogal drastisch. Hè. Dat is natuurlijk actie, hè. Dat computerspelen gaat meer om de fun. Dat is gewoon actie en zo. En dit spel ook, dat is... Hij heeft een heleboel dingen gekocht, kinderen. We gaan even, moeten even in de zak struinen, want kijk eens even. We hebben hier, wat hebben we hier voor een... Dit is dus is een uitbreiding van het spel Dungeon Keeper. De Deeper Dungeons. Dungeon Keeper betekent kerkenbewaker. Nou, en dat is dus ook actie. Het gaat over monsters en alles. Over wezens die je dan bezit en zo. Dit is meer om het vernietigen, ja. En dit heeft met tactiek te maken en zo. Nou ja, en ik zit op de middelbare school. En... Wacht even. We horen een woord. Tactiek. Wat is dat? Nou, dat is dingen opbouwen. En zo eigenlijk het spel uitzien te spelen. Maar tactiek, kun je dat uitleggen? Kun je dat echt uitleggen? Nou, eigenlijk niet echt. Je hebt een aantal dingen en daarmee moet je dus iets doen. En zo moet je dan het spel zien te bereiken. Om het einde van het spel moet je dan zien te bereiken. Maar kun je winnen in dit spel of gaat het niet om het winnen? Ja, vooral, ja. Nou ja, het gaat natuurlijk om de actie. En als je het dan wint, ja, dat is natuurlijk wel leuk. Maar het gaat niet echt om het winnen, nee. Het gaat gewoon om de actie. En dit doe jij nou dagelijks. Dus nu heb je nieuwe spelen gekocht. Dan ga je natuurlijk straks naar huis. En dan kijk je geen tv vanavond, maar dan ga je achter de computer. Nou, nee. Ik ben niet zo'n computerfreak. Ik vind dit natuurlijk leuke spellen. Ja. En... Dat speel ik dan gewoon, maar nee, dat beheerst niet een heel deel van mijn leven. Dat doe ik niet. Na school ga ik niet gelijk computer en zo, dat doe ik niet. TV kijken, hoe vaak doe je dat? Oh, ja, dat doe ik wel vaak. Bijvoorbeeld als ik, s'avonds kijk ik heel vaak televisie. Ik computer niet vaak hoor, in de weekend of zo, maar niet vaak. Wat heb je nou verder nog voor hobby's? Ik sport heel graag veel. Tennis, ik zit op tennis. En ik zit op een vechtsport en die heet taekwondo. Ja, en naast computer zijn dat dus ook mijn hobby's. Al die mensen willen ook een beetje meekijken. Fijn dat je dit uit hebt willen leggen. We vertellen het aan de kinderen dat we hier op de HCC-dagen zitten. Ik hoop dat alle kinderen... want jullie leren zoveel meer over computers bijvoorbeeld dan wij... He, dat vind ik heel wonderlijk. Dus jij kan mij meer leren dan dat ik jou kan leren op dat gebied. Ja, zei hij. Je moet het je moeder en je vader zeker ook uitleggen. Dat doe ik wel vaak. Bijvoorbeeld als ik thuis kom zeg ik van kijk eens wat ik heb gekocht en zo. En begrijpen ze het dan een beetje? Jawel. Ja, mijn vader heeft ook een computer. Dus ze heeft het wel. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Oké, dag. Dag.